Ja, Wesley Kreder, allereerst, hoe is het bij je nieuwe ploeg? Ja, het is weer niet een nieuwe uitdaging, maar het is toch wel weer, het is toch wel weer iets goeds om weer terug te zijn bij je oude plekje. Dat geeft toch veel vertrouwen. Kan je uitleggen waarom je terug naar deze ploeg wil gaan? Waarom je bent vertrokken bij Rompot? Ik kon normaal gewoon wel blijven bij Rompot. Alleen ik heb bewust gekozen omdat Julien van der Schuren was in mei in Duinkerk was hij al naar mij persoonlijk toegekomen om te vragen of hij weer. Ja, of ik weer terug wou komen bij de ploeg. En dat heeft toch wel een impact in mijn bedenktijd gedaan. Dat toch wel de doorslag is omdat ik terug wil. Want waarom wilde die je graag terug hebben? Wat kan jij hier gaan doen wat bij Rompot misschien niet zo snel zou kunnen? Hetzelfde bij Rompot heb ik ook altijd voor de sprinters gereden. En in de klassiekers was het plan om mijn eigen ding te doen, alleen dat is er nooit uitgekomen omdat toch wel iedereen zijn eigen ding deed. En bij Wanty is dat toch meer zeg maar als ploeg hoop ik. Ja, want dat las ik in het persbericht toen jij overstapte, dat het ook echt met name is in sprintvoorbereiding voor bijvoorbeeld Kenny de Haas bij deze ploeg. Je eigen kansen, waar gaat dat, waar past dat in dat plan tussen? Ik denk normaal de 1.1 koersen zoals ik hoop Ronde van Drenthe en de Franse klassiekers zeg maar. Gewoon de 1.1 koersen of de Coupe de France. En als ze ook de rondjes gewoon echt in dienst rijden voor Kenny de Haas en dan proberen ze zo goed af te zetten. Het is dan wel weer eventjes wat anders na 2 jaar puur Nederlandse ploeg met je broer met je neven. Ja, dan is het eventjes een totaal anders dan je weer in een Belgische ploeg met... Waar voornamelijk Frans wordt gesproken. Ja, het is, ze moeten nu oorspronkelijk dan Frans en Engels spreken. Dus dat is wel, dat is wel een goed iets. En het is wel even iets anders dan dat ik met mijn neven en met mijn broer natuurlijk in de ploeg zat. Maar ja, ik vind het toch wel fijn om ook gewoon mensen om je heen te hebben die gewoon alle talen spreken en gewoon goed mee kan vinden. Hoe kijk je terug op 2 jaar Rompot? Op zich wel goed, maar qua uitslagen natuurlijk niet. Ik heb één overwinning, maar dat stelde eigenlijk niet zo heel veel voor als je vergelijkt van wat ik er zelf van verwachtte en wat anderen van verwachten. Nu heb ik sowieso een hele goede winter achter de rug, dus ik kijk vol goede moed naar komend jaar. Waar heeft dat aan gelegen dat het er niet helemaal uit is gekomen zoals je dat had gehoopt? Ik denk meer dat... Gewoon, ik heb wel de koers gereden die ik wou rijden. Alleen het is natuurlijk even misgegaan met de schijfremmen ook afgelopen jaar. Dat jaar daarvoor, 2015 denk ik, is het geweest ook. Reed ik een goede nieuwsblad. En daarna heb ik het eigenlijk een beetje laten vallen. En niet meer echt voor geleefd zoals ik moest leven. En dat heb ik nu wel helemaal anders gedaan. Dus de ploeg is al een paar jaar bezig, want ik heb met het rijden van een grote ronde. Wat denk jij dat de kans is dat jij dit jaar namens deze ploeg een 3 weken kan gaan rijden? Ik denk dat de kans op zich wel groot is. Alleen het is afwachten welke grote ronde het zal worden. Wat kan je verder vertellen over je eigen programma? Rij je gewoon de klassiekers zoals afgelopen jaren? Ik zal normaal gewoon de klassiekers rijden zoals afgelopen jaren. En dan, ik zal beginnen in Bessèges en dan zal ik doorreizen naar Tour of Oman. Wat is nu je doel? Je zit nu bij een nieuwe ploeg. Je hebt 2 jaar Rompot gehad waar het er niet helemaal uitkwam. Met welk idee start je dan zo'n nieuw avontuur? Eigenlijk gewoon weer opnieuw. En zorgen dat je goed traint hier zo. Afgelopen in december ben ik ook in Portugal geweest bij een paar oude ploeggenootjes. Dat is gewoon weer de stap vooruit. En proberen zo goed mogelijk aan de klassiekers te beginnen. En dan tussendoor in 1.1 koersen gewoon de uitslagen te rijden die je moet rijden. Zit je dan met een zegenaantal in je hoofd? Als je denkt van nou, als ik dit heb behaald, dan is het geslaagd? Dat niet echt, maar gewoon meer zeg maar wel dat ik in de Nederlandse klassiekers die we kunnen rijden, wel gewoon echt mee zal doen voor de overwinning. Is het nog spannend of jullie wel voor de ploeg, voor al die koersen, wildcards gaan krijgen? Of heb je vanuit de ploeg wel wat garantie gehad van nou ja, dat zit wel oké? Ik denk normaal zeg maar alle klassiekers in België en denk ik ook nog wel Parijs-Roubaix dat we die normaal wel zullen gaan rijden. Omdat afgelopen jaren hebben ze die allemaal gereden. Dus ik zou niet weten waarom ze dit jaar niet zou kunnen rijden. Dankjewel.